Is er nog... Nog wat eten. Ja. Je bent me toch niet voor de gek aan het houden? Yo, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van de Gierige Gasten. Maar echt heel leuk. Echt zo leuk. Aanklikken en je deed het gewoon wel. Dank jullie wel. Dank daarvoor alvast. Dan ga ik een duimpje omhoog. Ja. Voor jezelf. Je duimpje is voor jezelf. Ja. Het is natuurlijk weer opnieuw een lockdown. Dat betekent dat alle kroegen een soort van dicht zijn. Je kan en je dus bent niet, hitsig. Hè? Je bent wel hitsig inderdaad. Je kan alleen niet wat? De kroeg in en ook niet de club in. Nee. Dus wat gebeurt er? Iedereen is lekker aan het tinderen. Maar dat gebeurt dan thuis. Swipe. De dates gebeuren thuis. Ja, dus wij dachten, nou, als je thuis bij iemand komt eten, is het best wel normaal dat diegene dan kookt en dus ook betaalt. Ja. Dus wij gaan lekker tinderen om daar een gratis maaltijd uit te halen. Ja. En dan is de challenge wie van ons het meeste eten kan fixen. Oh, ik dacht wie het verst kan gaan met de date. Maar is dat een side challenge? Dat doen we offscreen. Maar goed, ja, de challenge is wie krijgt het meeste eten. The next day. Oké, nou, het is zover. Ik heb een date. Het is een jong meisje. Ze is volgens mij 20. Ik heb hier in het flesje uiteraard de spycam en ook hier het knoopcameraatje. Dus op die manier kunnen we de date gaan volgen. Ja, volgens mij is het een student. En ik weet, studenten hebben nooit heel veel eten. En het is op dit moment na het avondeten al. Het is rond 9 uur. Dus ja, misschien zit er nog wat in de pan of zo. Dat zou wel fijn zijn. Hi. 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 Niels. Hi. Aangenaam. Nou, ja, top. Dankjewel. Ja, dat is goed. Hi. Kijk eens, hallo. Hoi, wat leuk dat je bent. Ja, leuk dat ik moet komen. Dankjewel. Dit is een beetje de gezamenlijke ruimte, dus niet kijken. Ah. Het is heel lelijk en het valt ook zo. Wordt het verbouwd? Nou, er wordt eigenlijk niet verbouwd, maar er wordt gewoon niks aan gedaan. Ah, ja, dan, dan krijg je dit, hè. Kijk eens, woonkamertje, leuk. Ja, je hebt eten gehad, lekker. Ja, vind je nog eentje? Ja, lekker. Okay. Kijk eens, dankjewel. Liefst. Cheers. Ja, maar daar gaan zitten. Ja, is goed. Ja, en de ogen aankijken. Ja, anders heb je slecht seks, toch? Wat was het? Ja, volgens mij wel. Ik heb er nog niks aan gemerkt. Wil je hier zitten of wil je al aan tafel? Ja, nee, is prima, toch? Ik zeg proost. Cheers, gezellig. Ja. Heb je toevallig ook iets te eten? Te eten? Ja. Ja. Wil je zelf even kijken of zou ik even... Ja, ik weet niet, iets van chips? Ja, sorry, ja. Ik heb helemaal geen avondeten gehad. Nee joh, ik ga wel even kijken. Oké, top. Zo, kijk eens. Kijk eens even, top. Chippy. Dankjewel. Ja, vind ik helemaal super. Ja. Oh, netjes in een bakje ook. Ik heb al vaak naar je gezicht gekeken op Instagram dat je zo met de dokter zat. Ja. Dat is toch wel grappig. Ja, toen ik aan de druk zat. Ja. Toen had ik mijn huisgenoot die aflevering nog gekeken. Een actie bij Irene Moors. Ja, de huisgenoten. Ja. Leuk. Lekker binnenkomen dit natuurlijk. Wil je nog wat bij? Ja, lekker. Gaat er wel in, hè? Ja, zeker. Dankjewel. En wat doe je? Studeer? Ja, ik studeer. Nu mijn derde jaar aan de UvA. Mm. Communicatiewetenschap. Oh, nice. Deze is ook alweer leeg. Ja, ging snel. Zal ik nog even wat bijvullen? Ja, ga maar even kijken. Waar kan ik het vinden? Blijf maar zitten hoor. Ah ja, top. Ja, zeker. Helpen? Nee, het is gelukt. Ja, er ligt ook zoveel van die kastjes, dus even zoeken. Ja. Het is wel een lekkere chips dit. Dat is goed, hè? Ribbelchips. Ik ga nog even... Ik zag een rijstwafeltje. Oh. Mag ik... Nou ja. Rijstwafel pakken? Even. Ja, dat mag hoor. Ja, die chips die komen even. Moet je meelopen? Ja, dat kan. Oh, dit is ook wel gezond. Oh ja, mag ik die openmaken? Dat hoeft niet, ja hoor. Ja? Ik probeer gezond te doen, maar zoals je zag met de chips lukt het niet open. Jongen. Dat kan wel eten hoor. Wil je het op een bordje of wil je het gewoon. Het is jouw feestje, schat. Het helemaal goed. Eet het lekker uit het schuitje. Nou, dit ziet er lekker uit. Ja.
Ja, dit is wel lekker. Is er nog... Nog wat eten? Ja. Je bent me toch niet voor gek aan het houden? Nee, ik kan me voorstellen dat het gek overkomt. Maar als het niet mag, dan mag het niet. Ja, nou ja, mag wel. Moet wel even kijken dat je niks van mijn huisgenoot pakt. Wat is van je huisgenoot dan? Laat maar even weten wat je pakt. Ja, sorry, ik heb helemaal geen avondeten gehad. We hebben een halve fles al op, dus dat gaat wel hard dan, ja. Wat ben je aan het pakken? Een wafeltje. Maar die is er niet, toch? Nou ja, dat is dan vanuit. Ja, één wafeltje met hummus. Is dat goed? Dan laat ik die liggen. Zal ik dan chips pakken? Ja. Ja. Oké, okay, top. Even mijn handen wassen, hoor. Goed blijven smeren, hè? De handen. Hummus? Nee. Oh. Nou, laatste beetje, denk ik. Oh, toch nog wel wat. Nou, dit is het laatste beetje. Heb je ook een toilet? Nee. Nee? Dat kan ik niet. Nou ja, dat is het trap. Ik heb hem. Ja. Ja. Mooi. Mm. Is het laatste worteltje alweer? Ja, gaat snel, hè? Ik heb er geen één gehad. Echt niet? Nou, we kunnen nog wel voor een toetje. Ik weet niet of je een toetje hebt. Een toetje? Ja. Dit meet ik niet serieus, hè? Wat dan? Je maakt een grap, toch? Oké, het is ook heel fucking awkward. Ik heb ook honger, dus ik snap ook helemaal dat je... Even naar de Mac of zo, moet je misschien gaan. Ik denk dat ik even naar de Mac ga, ja. Ik heb nog een flesje water hier staan in mijn oplader. Zo. Oké, nou. Was gezellig. Leuk je te leren kennen. Jong weet je wel. Ik kan dan echt af van... Sorry, 2 seconden, hè? Yo, Gappie. Yo, Marnie. Hey, man. Ik zit, ben op die date, wat ik had verteld, toch? Maar wat is er aan de hand dan? Ja, een vriend van mij, die heeft zichzelf buitengesloten. Oh. En ik heb zijn reservesleutel. Ja, die vloog vlak bij mij in Noord. De grap is dat ik zijn auto heb geleend. Ah, je bent hier met zijn auto. Ik ben hier met zijn auto. En hij heeft dus geen reservesleutel. Oké. Ik voel me nu een beetje verplicht om dan. Ja, dat hem in ieder geval binnen te laten. Ja, het geeft niet. Maar vind jij het heel erg als we dit dan bijvoorbeeld volgende week bij mij dan zal ik koken? Nou, ik ben wel heel druk, maar ja, ik kan wel een beetje binnenkort tijd. Ja? Ja. Laten we dit volgende week. Ga ik een beetje goed maken. Oké. Okay. Ja? Ja? Beloofd. Hartstikke leuk je leren kennen. Doei. Ciao, ciao. Ik heb een toastje met hummus gekregen. Ik heb een zak chips opgefroten. We hebben een fles wijnsoldaat gemaakt. En ik heb nog pastasaus met een lepel op het toilet zitten beuken. Dat klinkt heel lekker. Nee, dat was heel goor, maar het is het enige wat ik nog kon vinden daar. Oh, je hebt het uit het kastje gepakt? Ja. Oh, dat meen je? Ja, ik heb sneaky moeten doen. Laat gewoon even weten in de comments wie heeft gewonnen. Want ik geloof deze gozer echt helemaal niet. Dus, nee, ik zou hem ook niet geloven als ik jou was. Die Pokémon, ik geloof dat niet hoor. Maar laat het in de comments weten wie de winnaar is, ja? Oké, later, doei. Zo ongeloofwaardig. Ik kan geen Pokémon hebben gekregen.